Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Vorige week was het nog zeer heet in onze omgeving. Maar als je vandaag naar de weerkaart kijkt, dan zie je dat de hitte ver verdreven is. Alleen in het zuiden van Spanje en rondom de Zwarte Zee komen nog temperaturen tegen van 30 tot 35 graden. Maar in de rest van Europa is het toch vooral vaak koel. Maar de temperatuur gaat de komende dagen wel weer wat omhoog. De temperatuur gaat terrein winnen. En dat zien we ook als we de boel in beweging zetten. Na een vrij koude nacht, komende nacht in Nederland en in Duitsland, zien we dat morgen de temperatuur alweer veel verder Frankrijk inkomt. De hoge temperaturen dan wel te verstaan. En als we dan nog verder kijken, dan zien we dat zaterdag die tong van warme lucht zelfs Nederland gaan bereiken. Hier komt hij, temperatuur loopt op. En zaterdag zien we dan de oranje kleur ook bij ons verschijnen. Heel overtuigend ziet het er allemaal niet uit, want in het westen van Frankrijk ligt de temperatuur dan alweer onder de 20 graden. En dat is een voorbode voor koelere lucht die zondag ook ons gaat bereiken. Vandaag hadden we ook te maken met koele lucht. Een noordwestelijke stroming voerde veel stapelwolken aan, er vielen enkele buien uit en de temperatuur bleef daardoor laag. Die buien vielen vooral in de ochtenduren. Naarmate de dag vorderde, begon de luchtdruk licht te stijgen. Daardoor nam de buiigheid geleidelijk af. Later vanmiddag en vanavond zal het op de meeste plaatsen droog zijn. Temperaturen vanavond rond de 15 graden. Heel misschien in het noordoosten nog een bui. Verder overal flinke zonnige periode. Maar geen lekkere zomeravond, want die stevige wind die staat er nog steeds. Aan het einde van de avond en in de nacht begint de wind af te nemen. En in de loop van de nacht is dan windstil en kraakhelder. En daardoor wordt het koud. Temperatuur daalt tot gemiddeld 7 graden. Op een enkele plek kan het zelfs 4 graden worden. En dan sluit ik het niet uit dat het aan de grond misschien zelfs tot een paar tiende grondvorst komt. Koude nacht dus. Morgen weinig wind en veel zonneschijn. Daardoor kan de temperatuur snel weer omhoog. Uiteindelijk wordt het zo'n 20 graden in het noorden en 23 of 24 graden in het zuiden van het land. Blijft waarschijnlijk overal droog. Heel misschien op de oostelijke Waddeneilanden en in het uiterste noorden van Groningen een buitje. In ieder geval in het noordoosten en oosten wat meer bewolking dan elders in het land. De zaterdag wordt de warmste dag. Dan gaan we naar temperaturen van 25 tot 28 graden, lokaal 29. Opnieuw geregeld zon, paar stapelwolken en droog weer, weinig wind. In de nacht naar zondag begint de bewolking toe te nemen. En zondag overdag is het dan wisselvallig. Dan waait een stevige wind opnieuw, aan zee windkracht 5. En we krijgen te maken met buien. Tussendoor af en toe zon en de temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Ook maandag 20 tot 23 graden en ook dan enkele buien. En als we verder vooruit kijken, blijft het wisselvallig en houden we ook die temperaturen van rond of iets boven de 20 graden. Hoewel, eind volgende week gaat de temperatuur misschien nog verder dalen en komen we weer in dat kille weertype terecht wat we vandaag hebben gehad. Dat is gelukkig nog ver weg, gaat hopelijk nog veranderen. Eerst een fraaie vrijdag voor de boeg en ook nog een warme zaterdag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.